...de wereld schoner achterlaten dan dat Een hele is. specifieke vraag daarover en dan betrek ik ook de andere twee partijen in dit debat. De, dat duurzaam vliegen, daarvan zegt de VVD nadrukkelijk, dat moeten we in Europees verband doen. Hoe ambitie, nee, hoe, um, uh, hoe verwachtingsvol bent u dat dat gaat lukken in Europees verband... ...waarin we al jaren weten dat de luchtvaartsector elkaar ja, daar ook een beetje vasthoudt om... Nou, ...bijvoorbeeld zoiets als een accijnsverhoging om kerosine, met, met globale redenen dan weer tegenhoudt. Want ja, dan kunnen we niet concurreren uh, met de carriers uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Zeker, ik vind wel dat je die discussie moet blijven aangaan. Maar los van uh, Europese tax gaat het dan ook nog over... Uh, Europese vliegroutes. En je kan ook binnen Europa nog veel slimmer uh, vliegen met elkaar. Uh, mijn collega weet dat zeker nog veel beter dan ik. Uh, je kan veel beter vliegen door eindelijk die Single European Sky met elkaar te regelen. Uh, daarmee kan je korter vliegen, je kan dus ook uh, slimmer vliegen en efficiënter vliegen, waardoor je ook veel meer uh, minder, okay. sorry, minder kerosine nodig ja, hebt. Dus u, verwacht, uh, u heeft hoge uh, verwachtingen ten aanzien van het beter organiseren van het luchtverkeer in Europa. Dat, dat is wat u zegt. Dat is ook een deel ja. van de oplossing. Ze Okay. Johan Dessing namens Forum voor Democratie. Over deze stelling. Vliegen moet ontmoedigd worden met een hogere vliegtax. Daar bent u tegen, denk ik. Daar ben ik absoluut tegen. Ja. En ik wil toch inhaken op met name het verhaal van de betaalbaarheid. Hè, wat ik hoor van de SP, de laagdrempeligheid. En ik krijg een vu, Omdat ik deze 66 hoor zeggen dat we misschien zelfs tax terugkrijgen. Zouden we dan het kwartje van kok. toch weer terug gaan krijgen? Is dan <laughs> mijn opmerking. Dus ja. dat zou wel heel erg mooi zijn. Maar daarnaast. We hebben het over marginaal. Hè, over, over luchtvaarttax. En dat is, kost natuurlijk geld. Maar dat, het echte geld. En dat is nog niet benoemd in dit debat. Dat is namelijk. Die zogenaamde duurste, duurzame brandstoffen. Want uh, uh, de duurzame brandstof kost 40% meer aan operationele kosten voor de KLM. Dat is een ...kostenpost die ze op dit moment absoluut niet kunnen dragen. Dus duurzaamheid is heel erg mooi, maar nu maar bent, u ervoor, bent u ervoor om die duurzame brandstoffen wel te stimuleren... ...zoals de VVD wil, want die geloven in innovatie... ...maar u zegt dat moeten we ook niet doen. We moeten gewoon met ouderwetse kerosine blijven vliegen. We moeten gewoon met ouderwetse kerosine blijven vliegen. Okay. Dat is onze stelling, absoluut. Ja. Suzanne Kreugen namens GroenLinks. Dat betrekt u ook in dit de debat. Schrikt u ervan als iemand dat zegt? Ja. Nou ja, dan sta je een beetje buiten de realiteit waar we in zitten. Namelijk dat we een klimaatcrisis hebben, dat alle sectoren in de samenleving en de economie aan het verduurzamen zijn. En dat als je heel serieus werk wil maken van de luchtvaart, dan zijn er op lange termijn technologische innovaties. Alleen op die korte termijn, tot 2030, en daar ligt toch wel hè, echt het zwaartepunt, ook wat we moeten bereiken qua klimaat. Uh, dan zal je ook iets moeten met de hoeveelheid die je vliegt. Ja, en dan en u, hoor ik de, de VVD... Luid, de stelling vliegen ja? moet opmoedig worden met een hogere vliegtax. Daar is de GroenLinks voor. Ja, wij willen een hogere vliegtax. Met name ook uh, dat je dus korte afstanden relatief zwaarder belast. Waardoor je echt probeert uh, juist eigenlijk dat, uh, dat concurrentievoordeel uh, met de trein uh, anders te leggen. En als ik dan de VVD hoor zeggen, en dat verbaast me dan, die zegt van... ja. Uh, we moeten hier niet elkaar vliegen gaan afvangen, want we willen allemaal schoner en stiller. Dan denk ik, ja, wij hebben een doorgerekend programma waar het duidelijk wordt. Wat we met de luchtvaart willen, wat het doet qua CO2-uitstoot. De VVD heeft dat niet. En de VVD, het is mij eigenlijk onduidelijk hoe je en Schiphol wil laten groeien en Lelystad Airport wil openen en toch iets wil doen voor de omwonenden en de verduurzaming. Uh, en dan hebben we het nog geen eens gehad over de veiligheid op Schiphol, wat we terecht net aangehaald hebben. Dus dat is toch een beetje. Uh, in reactie, de VVD, Ingrid Michon. Ze zegt eigenlijk kan eigenlijk niet wat u bij elkaar wil. Ja, dit, uh, deze was te verwachten. Dit is heel verrassend. Uh, de VVD die heeft haar handtekening gezet onder het Klimaatakkoord en onder de Klimaatwet. We staan dus voor die 49% CO2-reductie die ook uit Parijs is gekomen. Dat is allemaal doorgerekend en daar staan we voor. Uh, en dat moeten we ook zien te realiseren. En dat realiseren is nog, wordt nog heel knap lastig. Daar staat de daar we, niet in. Daar moeten we vol met z'n allen uh, op inzetten. Luchtvaart is voor een heel groot deel natuurlijk niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Ja, Suzanne Kreuger zegt wel, luchtvaart staat niet in het Klimaatakkoord. Dat is nou een van de punten. Het staat zelfs niet in het Parijsakkoord. Dat is een van de problemen van het Parijsakkoord, als ik het goed begrijp. Wat we met elkaar ja. moeten doen, is zorgen dat we wat we uh, nationaal kunnen doen, en dat zit ook in dingen als, uh, wij spreken van elektrisch taxiën, tot wat we wat we nationaal kunnen doen aan luchtvaart om CO2 te verminderen, dat moeten we doen. Maar de grote klappers met CO2 zitten natuurlijk internationaal. Dat, dat houdt niet op bij de grenzen. Dat moet je dus ook internationaal aanpakken. Ja, ja. En wat, het, wat we nu gaan zien, ook in de, in de, uh, uh, bijvoorbeeld in het uh, verkiezingsprogramma van GroenLinks, die zeggen ook, nou, je moet ook een tax op de transfers doen. Hè, dus daarmee zorg je ervoor dat door die beprijzing. Je gewoon minder vluchten gaat krijgen. Die zullen naar het buitenland vertrekken. Ja. Dat kan ook een keuze zijn. Maar dan ben je dus die hubfunctie van Schiphol ja. kwijt. Maar is, is, dat, is dat dan een probleem? Dat we als we dat doen. en we gaan daar met de trein concurreren. en we gaan die korte vluchten duurder maken. dat we die hubfunctie kwijtraken? Is dat een probleem? Uh, mijn partij is, is, uh, is van mening dat je die hubfunctie te alle tijden moet bewaren. Okay. Omdat, mag ik daar iets over ja. zeggen? Omdat die hubfunctie een ongelooflijk belangrijke economische motor is voor Nederland. Okay. Dus die moet je wel zo okay. duurzaam mogelijk zien te ja. maken, maar die moet je altijd behouden. Ik ga naar twee reacties, Jim ja. van Dijk en dan uh, Suzanne Kreugen. Ja, ik wil er heel graag even op reageren. Want als je gewoon goed luistert naar het verhaal van de VVD, gaat er eigenlijk niets veranderen. En hopen we ooit dat de luchtvaart gaat vergroenen. Maar dan zijn we veel te laat. En ik zei net al, daar zijn de omwonenden slachtoffer van bij de VVD. Daar zijn mensen die op Schiphol werken, het slachtoffer van bij de VVD. En er zijn ook de toekomstige generaties en het openbaar vervoer, het slachtoffer van bij de VVD. Daar wordt niets in uh, aangedaan, niets. En we gaan gewoon door op dezelfde route. Wat dat betreft kunt u gewoon staat u inderdaad terecht naast het forum voor, uh, voor de democratie. Exact dezelfde partij op uh, op die punten. En ik vind het echt, ben ik serieus voor de toekomst van Nederland. Uh, maar ook voor uh, internationale toekomst. Hè, socialisten zijn internationalisten. Vind ik het heel pijnlijk om te horen van de grootste partij uh, van dit land... op dit moment, dat er zo'n flinterdump verhaal is als het om luchtvaart gaat. Want niets wordt opgelost voor niemand. Niet de werknemers, wel, niet de omwonenden, niet het ik klimaat. Ik geef naar Suzanne Kreuge en dan een reactie. Kijk, de VVD wijst eigenlijk over die uh, vliegtax heel erg naar... Uh, dat moet allemaal Europees en anders uh, verliezen we onze positie. Alleen... Een, het feit is natuurlijk dat landen om ons heen al meer doen dan wij. Het feit is dat alle landen bezig zijn met hoe gaan we zorgen dat die luchtvaart ook past binnen het klimaatverdrag van Parijs. We hebben als Nederland een relatief hele grote luchtvaart per hoofd van de bevolking. Met dus ook een grote impact op omwonenden en op het klimaat. Dan moet je reëel zijn. En als je dan ziet van op Schiphol hoeveel eigenlijk overbodig, voor corona, hè, dat, dat gezegd hebben. Hoeveel overbodige vluchten daar eigenlijk waren. Wat zijn dan voor u overbodige vluchten? Nou, zijn dan, dat dan noem die ik die 60 vluchten. Per dag naar Londen? Ja, ja, Dan noem ik die vluchten. vijf okay, ja. vluchten per dag naar Brussel. Wij hebben een motie ingediend over die vluchten naar Brussel drie jaar geleden, en dat zijn er nu nog steeds ja, vier, vier okay, per dag. Dat okay. is onbegrijpelijk. korte reactie, uh, van de VVD. Ja, kijk, er valt dus wat te kiezen. Uh, de VVD zal altijd die hubfunctie uh, beschermen... omdat dat dus een ongelooflijk belangrijke impuls geeft in onze economie... en voor heel veel banen zorgt in die regio. En dat zijn niet duizend banen, dat zijn uh, meer dan honderdduizend banen. En als je nog eens de, het indirecte effect erbij neemt... zijn het op de driehonderdduizend banen. Tot slot voor dit debat, heel even kort naar Jan Paternotte... Uh, want Um, u staat er toch in de standpunt, u staat er ook letterlijk tussenin als de, als de kijkers ja, ik kijken, zeg, ik maar het u, u, u staat ik er, het u staat er ook in standpunt tussenin en is de D66, als je korte vluchten eruit gaat halen, bijvoorbeeld naar de trein brengen, bent u dan bang voor die hubfunctie van Schiphol en is dat wat D66 betreft een probleem? Nou, die hubfunctie van Schiphol is natuurlijk wel belangrijk. Ik denk wel dat het goed is om dat te erkennen. Want ja, dat is ook waarom wij ook hebben gestemd om KLM niet failliet te laten gaan. Want daar was het echt op neergekomen zonder die steun. Het grootste faillissement in de Nederlandse geschiedenis zou dat zijn. Inderdaad, GroenLinks en de SP stemmen daarvoor. Alleen, je hebt wel die verduurzaming nodig. En we kunnen niet zeggen dat, uh, omdat die hubfunctie zo belangrijk is, dat dan klimaat voor de luchtvaart even niet telt. Alle sectoren, iedereen zal mee moeten doen om de klimaatdoelen te halen. Dus ook de luchtvaart. En daar moeten we scherpe okay. doelen over stellen. Ja, dat mis ik bij de VVD. Maar volgens mij moet je dit verhaal aan elkaar zien te verbinden. Door te zeggen, we moeten wel klimaatdoelen stellen. CO2-plafond op die luchthaven zetten. En daarmee afdwingen okay. dat je steeds schonere vliegtuigen okay. krijgt. Dank u wel voor dit debat. BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat.